So voilà, Twister. We zijn gemaakt uit het gewone hardbordplaat. Speciaal voor mijn ontworpen. Toestel is het werkt. Het werkt. Allee, ik moet zelf doen werken. Maar het gaat. Ik zet mijn voet daarop zo, voilà. Kijk, hop. Zet je dat gewoon zo op. Gewoon een keer duwen zo. En dan, als ik dan een keer trek, heb ik met mijn tenen tegen het touw. Kijk. En ik trek. Dus dat is een heel goed ding. Een heel goed toestel. Ik heb daar een koord aan vastgemaakt. Met een ogen die trek hier aan die koord. Voor mijn, ik zal het een beetje kort erbij laten zien. Ja, ik heb een koordje. Hopla. En mijn been plooit. Voilà. Mijn oefening. Maar dat de kinesisten niet te veel gaan aan verdienen. Dus. Zo. Hopla. Een heel landschap. Oké. Okay. Dus dat werkt wel, maar ik moet er nog een beetje smeermiddel aan doen. En dan gaat het zich dan niet verplaatsen. En dan schuift dat goed. Of een rubberje onder. Ik heb nog niks specifiek gedaan. En ja, wel. Ik zorg voor mijn eigen revalidatie. Want fietsen, het is een beetje lastig fietsen. Dus eerst moeten we deze in orde krijgen. En dan zijn we weg. Dames en heren. Zelf uitgevonden. Hier in Smits het Veelopen. En het is natuurlijk te koop. Voor de mensen die last hebben aan hun knie. Dames en heren. De schuif. Uplank. Want het is een schuif uplank. Wat zal dat zijn? De schuif uplank. Ontworpen door mijzelf, Peter. Het is een revolutionair toestel. Speciaal voor mensen met knieproblemen en met misschien problemen aan het verstand. Is te koop voor €11. Kan bestellen via de website schuifuurplank.be, want het is van België. Het toestel wordt geleverd op ik zal het al maanden, want ik heb al heel veel aanvragen. Ik heb er al 4000 te maken voor mensen met knieproblemen en elleboogproblemen. Want je kunt het ook gebruiken voor ellebogen, als je last hebt aan tenniselleboog of zo. Bijvoorbeeld. Allee, het mag niet meeschuiven. Je kunt gewoon van alles gebruiken eigenlijk. Als het maar schuift. Maar het moet natuurlijk nog gesmeerd worden. Smeermiddel en alles inbegrepen. Rubberen voetjes. Wil je die in het goud? Kost iets duurder. Zilver, dat is nog te betalen. Kan afgezet worden met diamantjes. Als je dat wilt. Ja, er zijn mensen die dat willen. Dus. In alle kleuren. Bleekblauw, ondergroen en zo. Alle speciale kleuren. Zoals beige, blauw, groen, purper, mauve, lila, paars. Allemaal verschillende kleuren. Dus, dames en heren, ik kan het niet aanraden. Het is goed voor de knieën. Dank u voor het kijken. Het toestel wordt geleverd in een verpakking. Bedankt dat het volledig onbreekbaar aankomt bij jullie. Alleen niet gebroken aankomt bij jullie. En het bestaat uit twee delen. Twee delen. Eén. Twee. Drie. Dus dames en heren. Laat u gaan. Laat u zelf leiden. Kinesist. Niet meer nodig. Dat is ook weer uitgespaard. Dank u voor het kijken en tot de volgende keer bij een volgende uitvindsel van mijn nachtwegen. Dank u.
opgenomen in mijn massagestudio. Ja, ik zelf masseer ook wel een beetje. Massagestudio hier is mijn stekje. Ik ga jullie dat even laten zien, dan moet ik daarvoor eerst die camera van de stokkel halen en dan kan ik jullie dat laten zien. Dan moet ik hem ook eerst uitzetten. Die ga ik nu uitzetten. Uit. Zo, dames en heren, dat is dus mijn massagestudio. Wordt ook gebruikt voor andere rommel stockeren. Ja, ik heb zo'n kleine fiets. Hotstone massage voor stenen te leggen, niet echt om te masseren. Dat is om het warm te maken. Dat is een ander spul om warm te maken en hotstone te gebruiken. Dat zijn zakdoekjes. Zakdoekjes worden ook gebruikt om de neus te snuiten. En dat zijn de meridianen die in ons lichaam rondlopen. Dus het kastje met al mijn accessoires, bijvoorbeeld nog zakdoekjes en andere doekjes en nog andere rommel. Een massagepen, speciaal voor de puntjes te masseren. Zo, de stoel, ja, dankjewel schoonmoeder, want ik heb dat van mijn schoonmoeder gekregen. Een toestel om de meridianen te meten. We meten die door microampère te meten. Ja. Mijn massagetafel, ja, dat is mijn toestel, heb ik gezegd. Mijn massagetafel, mijn vuil kastje en zo nog van alles. Oké, en mijn onze Boeddha. Ja, dag Boeddha, alles goed, tot ziens. Bedankt, beste kijkers.